Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. En het is een gemixt beeld boven Nederland met opklaringen, maar ook wolken. En die wolken die laten buien los met in het oosten misschien nog wat natte sneeuw en van het westen uit ook nog altijd weer kans op die buien. Nou ook dus wat zon tussendoor, met name in het noordwesten van het land vanochtend. Maar ook elders prikt de zon best een gaatje. 2 tot 5 graden vanmiddag, 5 tot 7. Met in de kustgebieden een krachtige noordelijke wind. Landinwaarts is de wind minder krachtig en waait die uit het westen tot noordwesten. Een enkele bui met wat zon, hagelnatte sneeuw kan allemaal. Vanavond wordt het op veel plaatsen droog. En in de nacht hebben we met name in de kustgebieden nog een enkele bui. Misschien in het noordoosten van het land dan, wat neerslag die blijft liggen. Wit dus, met kans op gladheid. Morgen wordt het 3 tot 5 graden. Een enkele winterse bui is er mogelijk met hagel of natte sneeuw. Maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor de zon en de wind is vrij rustig. Zondag wordt de wind noordelijk, wordt de lucht kouder. Dat betekent dat als er nog een winterse bui valt, dat de kans op echte sneeuw wat groter wordt. 2 graden overdag. En maandag en dinsdag liggen de temperaturen eerder nog wat lager dan hoger. En in de nachten wordt het echt kouder. Mogelijk gaat het zelfs matig vriezen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.